Dickpics, een gevoelig onderwerp. Ik heb er zelf nare ervaringen mee. Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren. Ik denk een jaar of 8 geleden. Ik lig in bed, 3:30 s'nachts. Ik krijg een berichtje. Vind ik al vreemd, weet je wel. En ik pak mijn telefoon en ik wist niet wat het was. Want je rekent er niet op, dat is het, snap je. Je rekent er niet op dat je een dickpic krijgt. En als je er wel op rekent, dan moet je je ook afvragen wat voor leven ben ik eigenlijk aan het leiden. Maar ik reken er in ieder geval helemaal niet op. En ik kijk en je weet niet meteen, ik wist niet wat het was. In het begin dacht ik, is het een babytje, een netgeboren baby? Of zo'n varken, wat er maar aan zijn poot in een slachthuis hangt. Of de kop van Ernst Kuiper. Ik wist het niet. En in één keer drong het tot me door. Dit is fucking een erecte penis. En daar schrok ik van. En toen keek ik naar de afzender. Mijn vader. Mijn bloedeigen vader, ja, nou, dus dat moment dat ik me realiseerde, oké, nu begint de Alzheimer echt grip te krijgen op hem. Het begint nu echt zijn persoonlijkheid te veranderen. En het was een ongelooflijk verdrietig gevoel wat ik op dat moment had. En heel verwarrend, en ik durfde met niemand over te praten. Ik was bang van John de Mol, ik wilde mijn moeder niet kwetsen. En ik was eenzaam, heel eenzaam in dit avontuur. Later heb ik het natuurlijk wel met mijn moeder gewoon over gehad. Zeker toen bleek dat die Alzheimer gewoon gelul was. Mijn vader had helemaal geen Alzheimer, dat was allemaal gelul. En toen kwam het weer in een hele andere context te staan. En toen ben ik erover na gaan denken, wat is een dickpic? En is iedere dickpic hetzelfde? Dat is een belangrijke vraag, denk ik. Want de ene dickpic kan ontroerend zijn. Het hangt maar net van de penis af, snap je? De ene penis is ontroerend, de andere penis is grappig. Maar sommige penis kunnen ook ronduit intimiderend zijn, daar schrik je gewoon van. Zo'n grote vleespaal dat je denkt, wat kan dat voor schade aanrichten in mijn intieme zone? Dat snap ik heel erg goed. En dan wil je dat niet. Maar dat hangt dus van de penis af en dat hangt weer af van de etniciteit. En er zijn allerlei factoren die daar een rol spelen. Ik doe het in elk geval niet meer. Ik heb er genoeg verstuurd. Mensen weten het zo langzamerhand wel. Dat is ook de reactie die ik meestal krijg van, daar heb je hem weer. En het is ook een beetje lui, laten we eerlijk zijn. Dit. Hoeveel moeite doe je daar nou voor? Niks. En dat is dan jouw geste aan een vrouw die je het hof probeert te maken. Dat is dan hoe jij probeert te bewijzen dat je seksuele interesse hebt in iemand van het andere geslacht. Lui is het. Wat ik tegenwoordig doe, ik maak scrotum aquarellen. En dat is iets heel anders, want dat is artistiek. En het scrotum, dat is waar alles begint. Dat is het begin van het leven. Dat is de basis van ons bestaan. Weet je? So I paint balls. Paint balls. En dan laat je ook zien dat je artistiek bent. Dat laat zien dat je gevoelig bent. Dat laat zien dat je vingerspitsen een gevoel hebt. En daar zijn de vrouwtjes wel gevoelig voor. En dan denkt een vrouwtje, nou, daar zou ik misschien wel eens een beschuitje mee willen eten. Moeite doen. Kwaliteit om tot intimiteit te komen. Dat is volgens mij een combinatie die heilig zou moeten zijn in het seksuele verkeer en de omgang van mannen en vrouwen tegenwoordig. Hetzelfde geldt voor tekstberichten. Kijk, als ik naar een vrouw stuur, hey, ik heb zin in je kut. Ja, denk je dat een vrouw daar warm van wordt? Dat ze dan denkt, zo, hallo, wie is die gozer? Even snel terugbellen zeg, ik hoop dat hij thuis is. Nee, maar als je zegt van, hey, vergatje, is er nog plek in die piemelgarage van je? Ja. Dat denkt een vrouw. Wat leuk. Wat speels. Wat een grappige metafoor. En dan maak je veel en veel meer kans op een succesvolle seksuele interactie. Dus kwaliteit om tot intimiteit te komen. En niet zomaar eventjes klik klik. Of lik me dit, lik me dat, pak me zus, pak me zo. Ik denk dat dit een onderwerp is waar we het nog heel vaak over zullen moeten hebben. Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal samen op de werkvloer en dat zijn we nog niet gewend. En we moeten tot een harmonieuze manier van samensmelting komen. Tot een harmonieuze omgang van mannen en vrouwen in het sociale verkeer. Ik denk iets om over na te denken. Ik ga er zelf in elk geval ook nog even over nadenken. En doen jullie dat thuis ook? En dan krijgen we misschien een veiligere wereld met niet zo ontzettend veel slachtoffers.